Nou, welke Jawbone Up moet je nu kiezen? Of kies je überhaupt wel voor Jawbone of kies je voor de Mio, de Polar Loop, de Fuel Band of ja, misschien een iets duurdere, een TomTom Runner bijvoorbeeld. En als je de cardio kiest met hartslagmeting, dan meet je ook op de pols hartslag, maar die is wel een stukje duurder dan de Jawbones. Want de Jawbones die gaan maar tot €180, zo uit mijn hoofd. En deze zijn nog wat duurder. Je kan wel kijken naar de Polar M400. Die heeft weliswaar geen hartslagmeting op de pols. Dat is gewoon metaal en dan moet je gewoon een band voor omdoen. Maar die is wel even duur. Deze is €150 zonder hartslagmeting en €200 met hartslagmeting. En dan krijg je er gewoon een losse band bij. Dus dit vind ik wel in die zin een concurrent. Alleen is het natuurlijk een heel ander uiterlijk dan de Jawbones. Nou, welke kies je van de Jawbones? In mijn ogen gewoon de nieuwste, dus de Up 3. Ik heb hem bijna, ik heb zojuist iemand gesproken. En ik mag hem gelukkig heel snel één dag gaan testen voor jullie, dus dat ga ik zeker doen. En de Up 3 die heeft veel meer dan de oude Up 24. Maar natuurlijk kun je hem verbinden met je telefoon. Je kan je stappen tellen, je activiteiten, de calorieën meten. Maar hij gaat verder, hij heeft de hartslagmeting functie in de band. En hij doet meer dan de Mio die ik hier heb. Hij meet volgens Jawbone beter, dus meer. Hij meet beter de rusthartslag, hartslag over een hele dag heen. Ook tijdens activiteit en met de smart coach functie van de Up 3 ga je ook echt wat met die gegevens doen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, hij moet ook een betere accuverbruik hebben dan de Mio. En hij heeft ook gewoon een te sluiten bandje, die Up 3, ten opzichte van de Jawbone 24. En ook het rare dopje is weg, zodat je zeg maar met het laden geen probleem meer hebt dat het dopje kwijtraakt. De Up 24 is natuurlijk wel een stukje goedkoper. Dus dat zou een reden kunnen zijn om die te kiezen. In mijn ogen is er voor de rest niet echt een reden om voor die 24 te kiezen. Behalve dan dat die natuurlijk anders sluit om je pols. En dat zou je mooier kunnen vinden. Ik vind uit de Up 3 wel gewoon een hele mooie aanvulling. Nog steeds een heel opvallend bandje. En ook een bandje wat echt waar een ontwerper op heeft gezeten die echt wel naar sieraden kijkt. Dus als je hem echt de hele dag wil dragen, is dat zeker wel een overweging in mijn ogen. Nou, je ziet hem zo snel mogelijk. Mocht hij er zijn, dan zal ik de link onder deze video zetten. En ook van de complete test.